Nou, dat was met een weekje wel. Qua presentatie van nieuwe gadgets gebeurde er natuurlijk ontzettend veel. Eerst hadden we Apple die nieuwe iPads presenteerde. En dat zag er ongeveer zo uit. Absolutely electrifying. When you look at Android, for instance, iPad beats them all. Can you even see it? A magical experience. Maar kort daarvoor hadden we Google die zijn nieuwe Nexus 6 en Nexus 9 presenteerde en dat zag er ongeveer zo uit. Tel er nog de iPhone 6 bij op die al eerder gepresenteerd werd en dan zijn de mobiele gadgets, de mobiele apparaten waar we in 2014 het meest naar uitkijken, nu toch wel officieel. En dan zouden we dus in theorie een balans kunnen opmaken. Android is verreweg het meest spannend op dit moment. Android 5.0 Lollipop heeft een compleet nieuw uiterlijk en er valt genoeg te ontdekken. Dat niet alleen, maar ook bij de hardware zijn de fabrikanten constant op zoek naar de grenzen van wat mogelijk is. Maar het is niet allemaal roosgeur en maneschijn. De grootste verkoper van Android apparaten, Samsung, heeft te kampen met tegenvallende resultaten en dat is waarschijnlijk geen goed teken. En aan de andere kant staat Apple en als die tegenwoordig wat presteren, dan zeggen we allemaal massaal, om vervolgens naar de dichtstbijzijnde Apple Store te gaan en daar onze spaarpot om te keren. Toen de iPhone in Amerika in de verkoop ging, toen pakte half China een vliegtuig om in New York in de rij te gaan staan. En dat zegt wel wat. Never change a winning team, zijn wijs man een keer. En Apple is duidelijk aan het winnen met zijn never changing team. Heel saai, maar het verkoopt ze mallen. En zo komen we bij de stelling. Apple is nog altijd onaantastbaar. Er is eigenlijk helemaal nergens voor nodig om een winnaar uit te roepen in deze race die we eigenlijk zelf bedenken. Maar ik ben gewoon even benieuwd hoe jullie erover denken. Apple of Android, wie heeft de sleutel tot de toekomst in handen? Om het eventjes dramatisch te zeggen. Laat het eventjes weten, niet in de comments onder dit filmpje, maar ga naar www.draadbreuk.nl en laat daar je reactie achter.